2015, het jaar waarin Nepal werd getroffen door 3 heftige aardbevingen en een hele reeks naschokken. Welkom bij Uitgelet Special. Bij mij aan tafel zit Peter Kamphof voor de hulporganisatie TIER, contactpersoon voor projecten in Nepal. Goedenavond, meneer Kamphof. Goedenavond. Wat trof u aan in Nepal toen u daar kwam, na die aardbevingen? Ik kwam daar 2-3 maanden na de ramp. En ik kan me zo herinneren dat we door het land reden. En hetgene wat je dan vooral opvalt is denk ik ook hoe mooi het land is. Mm-hmm. Want ondanks de verschrikkingen van de aardbeving in Nepal is het een prachtig land. Ik denk een van de mooiste landen van de wereld. Ja, qua natuur? Qua natuur, maar ook qua mensen. En dat is ook wat je aantreft. 2-3 maanden na de aardbeving in Nepal was ik daar. En dan heb je de noodhulpfase eigenlijk al een beetje gehad. Mm-hmm. Het grootste deel van het werk is denk ik in de eerste weken en maanden gebeurd. En nu zijn we bezig met de lange termijn. Ja. En toen we daar doorheen reden, dan zie je dat er gewoon ongelooflijk veel is bereikt. Ja. Dat er ontzettend veel is uitgedeeld. Voedsel, ook gewoon artikelen, non-food artikelen, tenten. Mensen hebben veel ontvangen en mensen maken ook weer wat van hun leven. Ik leef terug naar die aardbeving. Eind april was die 7,8 op de schaal van Richter. Dat is een heftige. Ja, dat is gigantisch. Met nog nabevingen. Ja. Is er iets van de schade bekend, de omvang daarvan? Ja, zeker. Bij de aardbeving zijn ongeveer 9000 mensen om het leven gekomen. Dat is heel veel. En voor heel veel gezinnen hebben dus iemand verloren. Dus natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Aan de andere kant, als je het vergelijkt met andere rampen. Zoals bijvoorbeeld in Haiti, daar waren het aantal mensen dat is omgekomen nog veel groter. Mm-hmm. Doordat het overdag was, waren veel mensen niet thuis. Wat bij een aardbeving gebeurt, is dat heel veel huizen instorten. En daar is ook de grootste schade. Ja. Dus naast het verlies van mensenlevens, ongeveer 9000 mensen, zijn 600.000 huizen verwoest. Dus een immens aantal. We hebben één gebied waar we als TIER een noodhulp hebben verleend, waar 97% van de huizen niet meer bewoonbaar zijn. 97%? Ja, 97%. En waar blijven mensen dan? Op straat? Of in tenten? Mensen gaan in de eerste nacht, ik weet niet hoe de mensen dat toen gedaan hebben, maar dan maak je keuzes. En dan heel snel worden dan tenten uitgedeeld. Ja. En mensen gaan wonen in die tenten. En wat je soms ziet, is dat mensen dan heel lang in tenten blijven wonen. Maar dat is bij Nepal niet het geval. Wat ik heel gaaf vind aan de bevolking van Nepal is dat ze zo ontzettend krachtig zichzelf opstellen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, we waren op reis 2 maanden na die aardbeving en we bezochten een gezin. En het tentdoek wat we hebben mogen uitdelen, dat had hij ondertussen gebruikt om zijn voedsel te bedekken. Dus hij gebruikte het al niet eens meer om in te wonen. Want die man had met zijn gezin ervoor gezorgd dat ze iets in elkaar hadden getimmerd wat hij beter vond dan de tenten die wij hebben mogen uitdelen. Yeah. En dat is natuurlijk heel gaaf op het moment dat je als organisaties mag helpen om die bevolking een stap verder te helpen. Maar tegelijkertijd dat je weet dat zij zelf zich nog misschien nog wel harder inzetten dan jij zelf als organisatie kunt doen. Ja, er zit dus een veerkracht in een bevolking, zegt u eigenlijk. Absoluut, absoluut. Ja. En dat is echt. En dat komt ook. Kijk, we zaten soms 3 uur in de auto en dan kom je ergens boven in de bergen, een prachtig gebied. En daar leeft de gemeenschap met elkaar heel ver van Kathmandu, van de rest van de wereld af. Die mensen zijn ook zo, die leven zo op die manier en die zijn een soort van getraind om te overleven. Mm-hmm. Ze weten hoe je het leven moet leven. En zij laten zich niet uit het veld slaan door iets als een aardbeving. Nee, maar toch, die aardbeving was heftig, maar er waren ook naschokken, 3 heftige. Ja. Je leeft in een gebied waar dat meer voor kan komen. Wat doet dat met mensen? Ja, heel veel. Ja. Ja, ik ben ook wel geschrokken van de psychische kant van aardbevingen. Van deze aardbeving in het bijzonder. Er zijn 328 naschokken geweest. Er is een nieuwe aardbeving geweest op 12 mei. Daar kunnen we ons geen voorstelling bij maken, hè? 328 naschokken. Ja. Ik herinner me dat ik een keer overleg had met mijn collega's in Nepal vanuit Nederland. En dat tijdens ons gesprek een naschok plaatsvond, vrij forse. We zitten met 2 mensen in Nederland en een aantal mensen uit Nepal gewoon in dezelfde teleconferentie. En ineens iedereen stuift naar buiten, je hoort het. En het is daarna doodstil en je bent alleen nog met de Nederlandse kant. Maar ook dat ik daar was en dat er ook nog naschokken waren. En dat je wakker wordt s'nachts en denkt, hey, wat gebeurt er? Oh, ik moet zorgen dat ik weet waar ik naartoe moet als dit zo blijft doorgaan. Ja. En kijk, voor mij was het een heel klein naschokje. En ik heb die aardbeving niet meegemaakt. Maar als je die hele aardbeving meemaakt, je moet telkens weer daardoor heen. Dat is heel pittig. Ja, dat gaat ook tussen je oren zitten. Juist. Ik bedoel, daar ga je mee leven. Daar. Nee. Hoe begint een organisatie als TIER bij zo'n enorme ramp? Waar begin je dan? Met Gieg heel snel opschalen. Mm-hmm. Het vond plaats op zaterdag. Ik weet nog,
dat ik 's ochtends een berichtje kreeg van mijn vrouw, aardbeving Nepal. En dezelfde dag nog zoeken we dan contact intern eerst met collega's, noodhulpcoördinator, leidinggevende. Nou, een aantal mensen en we spreken elkaar dezelfde dag nog. Ja. En we beginnen met contact zoeken eigenlijk met de organisatie met wie we al werkten. Kijk, Teer werkt al heel lang in Nepal. Via kerken en via organisaties, daar proberen we eigenlijk de bevolking sterker te maken, armoede tegen te gaan. Ja. Dat werk was al bezig. Dus het eerste wat je doet daarna is checken of de mensen met wie je werkt gewoon nog leven. Mm. En of het goed met hun gaat. En al heel snel komen dan de berichten. Het was op een of andere manier wel internet. Dus we hadden vrij snel ook reacties terug dat het goed met ze ging. En daarna ga je heel snel kiezen welke organisaties ga je mee samenwerken en noodhulp verlenen. Stap voor stap. Ja, ontwikkelt zich. Want je moet de handen in elkaar slaan bij zoiets, met andere organisaties. Ja, en ook buiten Teer. We werken samen, Christelijk Noodhulpcluster in Nederland. Ja. Maar ook internationaal hebben we een samenwerkingsverband die we die zaterdag of die zondag nog gesproken hebben. Mm. En samen maak je plannen hoe je het land gaat helpen. Ja, het was eind april, het is nu eind december, 8 maanden later. Mm-hmm. Hoe is de situatie nu in Nepal? Op dit moment is het best zorgelijk, als ik eerlijk ben. Het is al nu 2 maanden dat er bijna geen brandstof het land binnenkomt. In september is er een nieuwe grondwet aangenomen in Nepal. Ja. Wat op zich heel mooi is, want het land zat er al heel lang op te wachten. Maar India is niet blij met de grondwet. Of groepen in het zuiden van Nepal zijn niet blij met de grondwet. Waardoor op een of andere manier de grens tussen India en Nepal dicht is. Dus er komt geen brandstof het land in. Wat ervoor zorgt dat ongeveer de helft van de restaurants in de hoofdstad dicht zijn. Waardoor er bijna geen auto's op de weg rijden. Waardoor mensen niet kunnen koken op gas. Mm. Dus de bevolking krijgt toch even een klap nu van die nieuwe grondwet. En dat komt door een grondwet van Nepal? Ja. En India sluit de grenzen dan met Nepal? Er zijn verschillende verhalen. De een zegt India sluit de grenzen. De ander zegt het komt door de protesten van mensen die niet blij zijn met de nieuwe grondwet. Okay. Er zijn verschillende verhalen. Maar het gevolg is dat er geen brandstof het land binnenkomt. Ja. En dat heeft natuurlijk ook impact op de wederopbouw. Ja. Maar een van mijn collega's in Nepal zegt, we doen maar 1 keer per week nu een auto naar het rampgebied. En dan stoppen we zoveel mogelijk mensen in. Om maar 1 keer gebruik te maken van brandstof. Ja, u werkt dus eigenlijk met gebonden handen. Want geen brandstof, ja, dan letterlijk staat alles stil. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, het gaat ook wel door. Je zoekt oplossingen. Ja. Heel veel producten komen uit India die je in eerste instantie wil verstrekken. Als dat niet mogelijk is, ga je toch kijken van andere oplossingen. Soms kost dat iets meer, maar je moet ook door. En dat is wat er dan ook gebeurt. Ja. We kopen veel in Kathmandu op dit moment in. Voor een groot winterprogramma wat we hebben gehad. Waarbij matrassen en dekens zijn uitgedeeld in de bergen in het noorden. Dus dan koop je het nu in Kathmandu. Het kan zijn dat het iets duurder is dan in India. Maar, Er gaan ook veel toeristen vanuit Nederland naar Nepal. Is dat ook helemaal stilgevallen? Of ik weet het niet. Komt dat weer op gang? Ik heb geen idee. Nee, u houdt zich daar niet mee bezig, nee. Zeg maar, om weer geld in het land te pompen. Want dat is ook belangrijk. Ik heb niet de indruk gekregen dat het toerisme helemaal stilgelegd. Mm. Nepal blijft zijn pracht en zijn schoonheid houden. Ja. En er is niet een gevoel van er komt nog een aardbeving op korte termijn. Je weet het niet. Maar die angst overheerst niet. Ja, ja. Dus het zou mij verbazen als dat heel stil ligt. Maar ik weet de cijfers er niet van. Is die grondwet het enige probleem wat u schetst? Of zijn er meer problemen waardoor u hulp niet optimaal in kunt zetten? De grondwet is een soort van één uitdaging. Ja. En is één andere uitdaging. De overheid van Nepal vindt het heel fijn om heel intensief betrokken te zijn. We werkten al heel lang in Nepal als Teer. En dat is ook heel fijn, waardoor je een soort van de organisaties daar en ons Tiffend kantoor een soort van band hebben met de overheid, waardoor je ook kunt werken. Dat heb je ook nodig. Maar nu in de wederopbouwfase heeft de overheid gezegd, wij zorgen wel voor onze mensen. We geven elke huishouden $2000 straks. Ja. En dan kunnen ze hun huis herbouwen. En voor ons is het herbouwen van huis is het belangrijkste wat we willen doen. Maar de overheid zegt, wij doen het nu zelf wel. En wij geven ieder huis wel $2000. Mm. Maar dat wordt al heel lang gezegd, maar het is nog niet gebeurd. En tot die tijd zegt de overheid... En als ik het woord corruptie noem? Ja, dan? Is dat ook in Nepal? Omdat die overheid dat wel zegt, maar niet doet en het geld op een andere manier. Gaat hier niet zozeer om corruptie? Nee, ik denk niet dat het hier zozeer om corruptie gaat, maar meer om een intensieve betrokkenheid. En waarbij plannen eerst goedgekeurd moeten worden. Men wil graag intensief goed betrokken zijn bij de plannen die er zijn. En daardoor kan er vertraging optreden. Dat is een risico. En met name bij het huizenbouwdeel. Heel veel andere programma's lopen nu. Inkomensvoorziening, reparatie van watervoorzieningen. Gewoon heel veel dingen gaan heel erg goed. Ja. Alleen het huizenbouwdeel, wat voor ons toch wel het belangrijkste deel is, daar zegt de overheid van, daar willen we ook heel veel in zelf doen. Een tijdje geleden werd het plan dat wij hadden, van een van onze organisaties had, werd afgekeurd.
En dan, ja, dan moet je toch even weer gaan schakelen van hey, hoe nu ja. verder. Oké, dan geen corruptie, maar het riekt toch wel naar ambtenarij, zeg maar. Dat, dat een land wat zeer getroffen is door deze aardbeving, dat een overheid nu de hulp als het ware tegenhoudt. Letterlijk om huizen te bouwen. Ja. Nou, het is in ieder geval een uitdaging. Dat is een mooi woord daarvoor. Ja, ja. Nee, dus zo zie ik het ook echt. Het is belangrijk, denk ik, in dit geval om als teer een lange adem te hebben. Ja. En om wijze besluiten daarin te blijven nemen. Ja. Ja, en we weten dat de overheid intensief betrokken is. Dat was voor april zo. Mm. En dat is alleen in de noodhulpfase. Toen was heel veel even mogelijk. Toen was er heel veel vrijheid en was er de mogelijkheid om grote stappen te maken. En nu vraagt het wel weer zorgvuldige afstemming. Ja, maar u zegt lange adem. Mm-hmm. Dat moet je ook vol kunnen houden als organisatie, ja. als tier. Maar daar kies je voor, denk ik. Ja. Ja. Ik denk dat als je hier in april instapt, en dat gaat natuurlijk niet heel bewust, maar toch, je begint daarmee en je ontvangt heel veel financiering van mensen uit Nederland, waar we heel blij mee zijn. En daar heb ik ook een verantwoordelijkheid voor om dat in te zetten. Ja. En soms kan het heel snel en soms moet je lang adem hebben. In dit geval is het een beetje van beide. We hebben al heel veel heel snel kunnen doen. Ja. En er is ook een stuk waarbij we langetermijn werken. Ja. Ja. U zegt financiering uit Nederland. Merkt u dat doordat er vluchtelingen nu naar Nederland letterlijk zelf toekomen, dat mensen hun focus verleggen? Dus dat de focus nu is op vluchtelingen hier in ons land. En dat leed verderop in de wereld, dat minder in beeld is. Ja, er is, wat je altijd merkt, vind ik, is je hebt een ramp en die staat heel centraal. Ja. En dan tot de volgende ramp. En dan is de volgende ramp centraal. En ik weet nog dat we bijvoorbeeld met Syrië bezig waren een paar jaar geleden. En dat we een gigantisch goed programma hadden. Ja. En de week dat ik naar Syrië zou gaan toen, of naar Libanon was dat, vond de ramp in de Filipijnen plaats. Ja. En toen weet ik nog dat mijn collega uit Libanon zei van ja, nu kunnen wij minder financiering en geld krijgen voor het werk wat wij hier doen. Daar wordt het belang niet minder van. Maar het is wel minder in de aandacht. En ik denk dat het gewoon zo werkt. Ik vind het heel mooi dat er heel veel aandacht is voor de vluchtelingen in Nederland. En ook de vluchtelingen in Griekenland en in het Midden-Oosten. Ik denk dat dat gewoon heel waardevol is. Ja. En het gevolg is dat het werk in Nepal iets minder in de aandacht staat. Maar dat is ook, ja, dat is hoe het werkt. Maar krijgt u daardoor ook minder geld binnen? Ik denk dat wij ons geld altijd binnenkrijgen vlak nadat iets gebeurt. Ja. En zeker bij een natuurramp. Kijk, als het een conflict is, dan kun je later nog eens een keer zeggen van de situatie is heel erg. Maar bijvoorbeeld bij een aardbeving, denk ik dat wij de eerste 4 weken eigenlijk vrijwel al het geld binnenkrijgen. En daarna de verantwoordelijkheid hebben om dat op een goede manier te besteden. Ja, ja. U zegt, ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Ook met de overheid in Nepal. Mm-hmm. Hoe onderhoudt u die contacten met die overheid? Is dat rechtstreeks of gaat dat via derden? Nee, dat gaat. We werken met organisaties in Nepal. Ja. Ook een kantoor van Tifund in Nepal. En dat zijn organisaties die direct contact hebben met de overheid. Mm. Dus ik doe dat niet rechtstreeks vanaf hier, maar dat gebeurt ter plekke en lokaal. En dat is ook de enige manier waarop het werkt. Ja. Elk district in Nepal heeft ook een eigen stukje overheid eigenlijk. Die hebben ook best wel veel macht. Welke persoon naar de baas is, nou, die bepaalt ook best wel veel. Ja. Dus het is heel belangrijk om die persoonlijke relaties daar ook te hebben. En dat gebeurt dus niet vanaf hier, dat gebeurt echt daar ter plekke. Okay, ja. En tenslotte nog even over die organisatie, zegt u, die geclusterd zijn. Als er een ramp zich voordoet, dan de christelijke hulporganisaties slaan de handen ineen. Ja. Welke zijn dat? In Nederland hebben we het Christelijk Noodhulpcluster. Ja. ZOA, Word en Daad, Red een Kind, Teer en Dorcas. Ja. En we trekken met z'n 5 op als er een ramp van deze omvang plaatsvindt. Mm. En dan moet je je voorstellen dat we aan de communicatiekant samen optrekken. Maar ook aan programmatisch, dus in dit geval inhoudelijk, bezig zijn om kennis te delen. Met elkaar af te stemmen wie ondersteunen we. In dit geval, we benoemen ook altijd één lead. Iemand die de soort van de leiding neemt namens ons 5. In dit geval is Teer dat, omdat wij al heel lang die betrokkenheid met Nepal hadden. Okay. Bij de vluchtelingenhulp is het weer een andere organisatie. Ja. Zo trekken we samen op. Nou is het heel moeilijk om vooruit te kijken naar 2016. Want rampen, ja, daarvan hoop je dat het nooit gebeurt. Maar hoe bereidt u zich daarop voor? Bedoelt u voor Nepal of bedoelt u voor in het algemeen? In het algemeen door de systemen gewoon klaar te hebben liggen. Mm. Door te weten wat je moet doen op het moment dat een ramp plaatsvindt. We hebben er bijvoorbeeld ook een aantal protocollen voor. Maar er zijn ook een aantal mensen die weten binnen TR van op het moment dat er iets gebeurt, moeten we handelen en moeten we er gewoon staan. En aan de andere kant, je kunt je er ook nooit op voorbereiden. Nee. Ja. Dat is ook goed. Okay. Ja. Dank voor het gesprek, meneer Kamphoff, en de komst naar de studio. Dit was Uitgelicht Special voor vandaag. Dank voor het kijken. Dag.